Dit is een spijkerbroek. Hij is super lang. Vind je het leuk met mij? Kill me. Super lekker. Kijk alsjeblieft het verschil. Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video van mij. As you know, ik zou heel weinig gaan vloggen. Dat heb ik vorige week aan jullie verteld. Maar er zijn toch wel een paar dingen deze week gebeurd. Of gaan gebeuren dat ik denk van ja, laat ik gewoon even mijn vlogcamera erbij halen. Want ik vond het echt saai om zonder mijn vlogcamera iedere dag door te brengen. Dus vandaar een extra video. Ik heb zojuist een pakketje ontvangen van... Het zijn flesjes, 5 flesjes. En dit zijn eigenlijk maaltijdvervangers, zeg maar. Dus stel je hebt in de ochtend geen tijd om te ontbijten, of je hebt geen tijd om te lunchen, of je hebt geen tijd om te dineren, dan voor het diner zeg maar, dan kun je gewoon zo'n flesje opdrinken. Dan krijg je alsnog alle voedingsstoffen binnen die je binnen moet krijgen. En ze zijn in 5 verschillende smaken. As you can see, ik heb ze in smaak smooth vanilla, alpine chocolate, happy banana, fresh berry en cold brew koffie. Ja, iedere flesje is 500 ml en bevat ook 500 calorieën. Ik ga deze uitproberen, fresh berry. One drink, one meal, enjoy your meal. Thanks. Ik ben echt benieuwd ook naar hoe dit smaakt. En ik ga eerst even kijken wat dit bevat. By the way, het is lactose en glutenvrij. Dus dat is ook heel fijn om te weten. En het bevat ook heel veel vitamines. Nou, de fresh berry, vitamine A, D, E, K, C en ga zo maar door. Even kijken, mineralen, ijzer, zink, koper, magnesium, eigenlijk alles wat je lichaam nodig heeft. Dus dat is wel echt fijn. Let's try, want ik kom altijd ijzer tekort. Doordat ik gewoon te weinig ijzer binnenkrijg. Ik zit zo vaak aan ijzertabletjes. Super lekker. Het is niet te dik, maar ook niet te waterig. Precies waar ik van hou. Willen jullie ook dit pakket uitproberen? Want ze hebben zo'n kennismakingspakket met al deze 5 smaakjes erin. Staat op hun website. De website post ik onder deze video, een link daarvan. En ik heb natuurlijk ook een superleuke kortingscode die ik met jullie mag delen. Malika10 komt nu in beeld. Gebruik mijn kortingscode, maak kennis met Y-Food en kennismakingspakket. Ja, dat kost echt super weinig. Kijk maar op hun website en je zult het zelf zien. En wat ga ik nu doen? Ik ga nu uit huis, want ik ga wimpers zetten bij een meisje hier in Deventer waar ik nog nooit ben geweest. Ik heb super goede verhalen over gehoord. En zij hebben van die, zij creëren van die wispy effect. Waar ik echt heel erg van hou. Ik doe altijd zo. Wat ik hiermee bedoel is dus van die lange haartjes en tussendoor van die kortere haartjes. Ik hou daar echt van. Ik heb tot nu toe niet echt een salon gevonden dat ik denk van dit is het. Bij alle salons waar ik tot nu toe ben geweest ben ik altijd heel erg tevreden over geweest. Maar wat ik dan zie wat ze in Rusland of in Amerika creëren, dat is dus wat ik echt mis hier in Nederland qua wimpers. Dus ik ben super benieuwd en ik neem jullie natuurlijk mee. Guys, ik zit midden in mijn behandeling. Zo lief. Ze is even naar beneden gegaan om een broodje voor mij te halen. Want haar moeder heeft super lekkere broodjes gemaakt. Burkbroodjes. En kijk alsjeblieft het verschil. Dat is toch niet normaal. Dus deze is bijna klaar. Deze oog. Ze gaat hier aan de voorkant nog een paar wimpertjes plakken. Maar kijk alsjeblieft het verschil. Kijk, serieus, mijn wimpers zijn zo mooi gedaan. Wacht, ik ga het even inzoomen, dan kun je het zelf zien. Guys, ik ben al lang al thuis. En ik zit hier gezellig met mijn schoonzusje. Say hi met u. Ik heb zojuist een pakketje binnengekregen van Custom Arabic.
Ik zag het voorbij komen op Instagram en ik dacht, oké, dit heb ik echt nodig voor mijn kinderen. Want ik wil binnenkort de kamers van mijn kinderen een beetje versieren. En ik dacht eerst aan muurstickers. Toen dacht ik, nee, muurstickers zijn zo standaard. Dus ik wilde echt iets, gewoon iets speciaals. En ik laat jullie even zien wat ik binnen heb gekregen. Look at this. Dit kun je dus gewoon op de muur plakken. Heel makkelijk. Dus dit haal je gewoon weg, dit gele stuk. En dan kun je gewoon dit zo plakken. En deze is dan voor Arda. En deze zijn gewoon dus speciaal gemaakt voor hun. En ik laat jullie ook even gelijk hun Instagram pagina zien. Dat is wel leuk. Even kijken. Nou, zodra ik eigenlijk die namen, ook de Arabische tekst op de muur heb geplakt bij hun op de kamer, laat ik het jullie sowieso zien. En ja, ik ben er echt heel erg blij mee. En ook heel erg blij met mijn wimpers. Dus thanks to Melissa. Van beide bedrijven, dus en van de Custom Arabic en van de Flower Lashes Beauty Studio Deventer, post ik onder deze video. Maar wat ik ook nog wil zeggen is dat Flower Lashes Beauty Studio zit ook gevestigd in Den Haag. Dus ze hebben een zaak in Deventer en in Den Haag. Dus mocht je uit de buurt van Den Haag komen, dan weet je dat. En ja, vandaag is het zondag. Gisteren zijn mijn schoonouders, mijn schoonzusje en mijn schoonbroertje thuis teruggekomen vanuit Turkije. Ik zit in de auto. Ik zit op mijn schoonzusje te wachten, want we hebben last minute besloten om naar Amsterdam te gaan. En ik had een tijdje geleden mijn oorbellen bij Chanel ingeleverd. Ze moesten gerepareerd worden, want er waren steentjes uitgevallen. En ik had een tijdje, ja, een paar weken, niet een paar weken, twee weken geleden ongeveer, had ik een sms'je ontvangen dat ze al terug zijn vanuit Frankrijk. Dus ik ga vandaag mijn oorbellen ophalen. Het is wel leuk dat ik nu wegga met mijn schoonzusje. Aangezien heel veel volgers van mij heel vaak vragen naar mijn schoonzusje. Waarom zij niet meer in beeld komt en zo. Dat komt gewoon doordat zij gewoon ook heel druk is met haar studie en met haar stage en zo. En wij nemen jullie vandaag dus gezellig mee naar Amsterdam. En ik zit toevallig nu te facetimen met Elif. Zij zit... Hi Elif. Hallo. Elif gaat lekker vandaag. Waar ga je heen? Zeumeren. Waar is dat? Bij Barneveld daar. Oh, bij Barneveld. Ja, ze gaat lekker naar het strand. En thanks Elif dat je zo stil was, 1 minuut lang. Ik denk, wat is dit voor lange intro? Ja, lange intro hè? Maar wel duidelijk. Ja, toch? Ja, toch? Ja, ik weet niet. Ik zit de laatste tijd echt te denken van... Ja, ik weet niet waardoor dat komt. Ik ben deze haarkleur een beetje zat. Ik snap wel wat je bedoelt. Qua, als ik soms in de spiegel kijk of als ik soms meiden zie met echt donker haar en zo, dan denk ik, wow, is eigenlijk ook wel mooi, hè? Is ook wel sexy. Nee, weet je wat het is? Ik heb zoiets van... Ik heb het al heel lang en ik ben al heel lang geen brunet meer. Dus ik zit te denken van om gewoon weer terug te gaan naar mijn originele haarkleur. En mijn haar is nu ook weer super lang. Dus ik heb zoiets van, ga ik weer blonderen? Want ik heb gewoon een mega grote uitgroei. Of ga ik gewoon terug naar mijn oude haarkleur? Maar ik ben zo bang dat ik zo een spijt krijg. Want ik heb echt, om deze haarkleur te krijgen, heb ik echt jaren over gedaan. Ja, maar snap, weet je wat het ook is, Mali? Al ga je terug naar je eigen haarkleur, al ga je terug naar bruin. Ja. Omdat er blond onder zit, moet je alles blijven vechten. Dus je gaat nog meer je haar beschadigen dan wat je nu doet met blonderen. Ja, dus gewoon zo blijven. Ik zou gewoon blond blijven, dat is het beste. Je hebt er zoveel moeite voor gedaan, kom op, man. Oké. I will stay like this. Voilà, schatje. Gaat het goed? Ja, met jou? Goed. Heb je er zin in? Zeker. Guys, wij zijn net aangekomen in de Bijenkorf. Parkeergarage. En ik kom echt net, tenminste toen straks, 15 minuten geleden ongeveer. Voordat ik Amsterdam inrijd, kom ik dus echt achter dat vandaag PC Hoofdstraat dicht is. En ik kwam eigenlijk naar Amsterdam om mijn oorbellen op te halen. En dat gaat dus vandaag niet lukken. En wat gaan wij doen? Gewoon lekker de stad in. En ik heb spijkerbroeken nodig. Dus ik ga even kijken of ik bij de Zara of Bershka of whatever leuke spijkerbroeken kan
vinden. En we willen ook nog heel graag wokken in de Bijenkorf. Want bij de Bijenkorf, het restaurant van de Bijenkorf, kun je heel lekker wok eten. Want ik heb een tijdje geleden met een vriendin van mij daar gegeten. En het was zo lekker dat ik dacht van als ik weer echt gewoon terug ga naar Amsterdam. En ik heb gewoon tijd om even te gaan zitten bij de Bijenkorf. Dan ga ik het gewoon weer eten en dat gaan we vandaag doen. Gezellig. Let's go. Mondkapjes. Waar is mijn mondkap? Moeten we verplicht mondkapje in de winkel? Jawel, hè? Volgens mij wel. Huh? Ik weet niet hoe het hier gaat. Jawel. In Amsterdam. Volgens mij moet het wel. Nou, we gaan wel zien of het moet of niet. Hoe is jouw ijslatte karamel? Het smaakt gewoon naar, naar niet sterke koffie. Hè? Ik vraag dus net, heb je je karamel ingedaan? Ja, zegt hij. Maar bij de bestelling ging het al 100 keer fout. Volgens mij zit hier echt geen karamel in, want het is super sterk. Maar hij zegt van wel. Maar het maakt niet uit. Een carrot cake. Moliki. Ik heet Moliki, jongens. Moliki. Guys, ik vind deze riem zo mooi van de Zara. Alleen deze 85 maat is veel te groot voor mij. En de 80 ga ik even proberen. Oh, ik heb 85 gepast. Nou, welkom in de Zara. Ik heb hier een paar kledingstukken. Ze hebben echt een hele leuke nieuwe collectie, by the way. Echt heel veel leuke nieuwe items. Ik heb vandaag, by the way, deze rok aan. Deze komt ook toevallig van de Zara. Deze heb ik 1,5 maand geleden gekocht. Deze sandalen van Chanel. En deze t-shirt, zo'n basic t-shirt, ook van de Zara. En deze tas van Chanel. Dacht, staat wel leuk bij mijn sandalen. En let's do this. Oh my god, ik heb zo geen zin om te kleden en zo. Maar goed, maakt niet uit. Serieus, guys. Kijk dan, wat is dit? Dit is gewoon een maat XS. Maar als ik hem loslaat, valt hij gewoon. Hoe kan dit? Even serieus. Maat XS is net maar een maat XL voor mij. Maar het heeft niks met mijn lichaam te maken. Het heeft gewoon met de pasvorm van deze broek te maken. Hij is echt veel te groot. Echt niet normaal. Oké, outfit 180. Nummer 180. Dit is een spijkerbroek. Hij is super lang. En dit is juist eigenlijk wat ik zocht. Want ik wil met grote, ja, tenminste met grove sneakers dragen. En mocht die te lang zijn met sneakers, dan kan ik hem nog zelf knippen. En deze t-shirt ja, vind ik ook wel leuk erbij staan. Deze spijkerbroek is in maat 34. Helaas bestaat deze niet in 32. Want normaal heb ik altijd 32. En hij zou eigenlijk een maat kleiner kunnen, want hij valt nog best wel groot. Dus ik moet sowieso deze met een riem dragen. Maar voor de rest is die wel leuk, toch? Oké, deze outfit wordt hem sowieso. Oké, dit is weer een andere spijkerbroek. Een strakkere model, maar het is, deze zit ook echt super lekker. Niet normaal. En deze is wel in maat 32. Hier voor degene die de artikelnummer wilt van deze. Dit is ook wel een mooie spijkerbroek. Hij zit echt heel fijn, jongens. Echt, die spijkerstof is zo lekker. Oké, outfit nummer 210. Het heeft wel een beetje inkijk. Dus ik zou eigenlijk, ik persoonlijk zou hier een soort van een, ja, ik weet niet, dit dicht doen of zo. Of een hemd onderdragen. Maar het is echt een hele fluffy jurk, witte jurk. Heel mooi met dit soort mouwtjes. En wat vind jij? Heel mooi. Ja? Ja? Ja. Nou, dit gaat hem denk ik sowieso worden. Het is gewoon heel mooi. Ik denk vooral met deze sandalen dat hij echt heel leuk is. Yep. Nou, we zijn aangekomen in de Bijenkorf. En we gaan lekker eten. Gezellig. Vind je het leuk met mij? Zeker. Ja? Heel goed. Jongens, dit moet ik jullie echt even laten zien. Kijk hoe leuk. Yes.
Deze collectie is echt zo nice. Guys, we zijn zo moe. Oh my gosh. Ja. Een vraag voor jou. Als je dit hoort, waar denk je aan? Ja, van vroeger, hè? Heel veel mensen zeggen dat als ik ergens ben en dit nummer komt, dan zeggen ze: oh Malika, ik moet denken aan de vlogs van jou van vroeger. En dit nummer, dit is dan de remix van de originele. En dit nummer had ik altijd over de beginstuk van mijn vlogs toen ik begon met vloggen ooit. En ik heb hem eigenlijk best wel heel lang gehad als een beginstuk van mijn vlogs. En ik zit nu te denken om zelfs het vanaf deze video, dus de video die jullie nu zitten te kijken, om het weer te gaan doen. Dus ik ga even Nikita vragen of ze dat voor mij wil doen. Het beginstuk, want ja, nu ik dat nummer heb gehoord, mis ik het wel eigenlijk. Want ik ben echt gek op dit nummer, maar vooral die beat. Toch? Ja, dat is echt goed. Jongens, ik ben lekker thuis. Ik heb mijn schoonzusje afgezet. En het was echt een super gezellige dag. En by the way, ik heb deze draadloze autolader gekocht. En iedere keer vergeet ik deze gewoon in mijn auto te doen. Zo dom. Want ik vind het fijn als, als je telefoon gewoon zo, weet je wel, op die voorruit gewoon zo'n beetje soort van op een goede plek vastgehouden wordt door zo'n auto ding. Maar goed, ik ben trouwens ook nog op zoek naar een iPhone 8 Plus. Want ik wil mijn foto's gaan maken met een iPhone 8 Plus. Ik doe het nu met een 11 Pro. Zeg maar de nieuwste iPhone met die 3 camera's. Maar ik irriteer me toch wel een beetje aan die camera. Ik vind hem niet zo goed als wat de meeste mensen erover zeggen. Buiten dat om, wat ik jullie ook nog wil te laten zien, zijn mijn nagels. Ik heb gel en acrylis eraf. Ik heb hier wel scheurtjes erin, hier aan deze kant ook. Dus vandaar dat ik dus dit heb gekocht. Complete Care 8-in-1 van Kruidvat. Ik heb vandaag dit voor het eerst opgesmeerd. Dit is dus 8-in-1. Een base coat, top coat en verharder, bla bla bla. Zal ik jullie even laten zien wat ik uiteindelijk heb gekocht vandaag in Amsterdam. Dat is wel leuk, want anders vergeet ik dat te doen. Nou, dit is outfit numero uno. Deze body. Echt een hele mooie body. Deze had ze ook in andere kleuren. En deze jogger in een hele mooie kleur waar ik super gek op ben. Het is echt mijn lievelingskleur, guys. Deze beide, tenminste deze jogger en deze body, die komen beide van Stradivarius. En volgens mij was deze top, even kijken, €15,99. En deze was volgens mij €12,99 of €95. Oké, nu gaan we over naar de Zara. Dit is die lange spijkerbroek. Hij is echt mega lang. Maar dit is wel echt iets wat ik zelf zocht. Dus ik ga deze nu even aantrekken. Met deze witte Balenciaga's. En laat ik jullie even zien. Even snel. Even snel zonder sokken. Ik ga niet naar buiten. Ik had vorige keer in mijn vlog, had ik mijn, hoe heet dat, beige Balenciaga's aangetrokken zonder sokken. En heel veel mensen reageerden van, waarom draag je schoenen zonder sokken? Maar die schoenen draag ik vaak zonder sokken, omdat ze van de zijkant open zijn. Dus dan vind ik het niet mooi als je die sokken ziet. Maar normaal draag ik ook vaak schoenen zonder sokken. En deze zijn, by the way, echt vies. Waarom heb ik ze mee naar binnen genomen? Oh my god. Mustafa is gonna kill me. En ik vermoord mezelf ook. Oké, ik heb het al gedaan. Dus ik ga even staan en kijken. Nou, kijk, zo is die nu. As you can see. En ik vind dit echt vet. Ik hou hier zo erg van.
En ik weet dat er nu best wel veel mensen zitten te kijken en die denken, lelijk, but I don't care. En by the way, voor de mensen die willen weten hoe klein ik ben 1,63. Maar ik denk als je bijvoorbeeld 1,75 bent, dat dit nog perfect voor je is. Maar goed, voor mij is dit ook echt wel te doen. Ik ga even, denk ik, even een foto maken. Ik vind deze outfit echt vet. Oké, ik heb een paar foto's gemaakt. Dit is dezelfde foto. Alleen hier heb ik een filter op gedaan. Dus ik lijk veel bruiner, maar dat wil ik niet. Dat ik zo bruin lijk. Deze vind ik ook leuk, deze vind ik ook leuk. En wat ik zo leuk vind aan deze is dat ik dus die prijskaartje heb laten hangen. Oh my god, slaat nergens op, maar I don't care. Een van deze ga ik op mijn Insta gooien. En ik heb ook nog dit gekocht. Dit is voor mij echt bedoeld voor onder een jurk of zo. Want zoiets draag ik niet, zeg maar, zonder iets erbovenop. En dat zit, oh ja, en deze, mini mini mijn tasje. Kijk hoe klein die is, kijk hoe cute this one is. Hij was ook nog in de aanbieding. Dit is toch leuk als je helemaal in het zwart bent. Stel dat je een colbert of iets aan hebt. En dan heb je zo'n kleine inimini dingetje. Kijk hoe schattig.